Ik ken toevallig iemand die een zoon is van een melkveehouder en zelf te maken heeft gehad met het, met volgens mij het opdoeken van het bedrijf van zijn vader. Uitgekocht ook, toch? Of niet? Enigszins. Maar daar zit hij. Ik bedoel, ervaringsdeskundige. Is dit een post? Ik praktiseer er niet over. En nee, ik ben zoon van een akkerbouwer. Van het prachtige Hoeree. En het ging om slechts gelukkig één stukje akker wat ooit is onteigend. Maar, niet om de hele boerderij. Want de boerderij is still going strong. Ja, oké. Okay, maar u peinst er dus niet over. Waarom niet? Ik heb een prachtig ambt als volksvertegenwoordiger. Ik heb vandaag een fantastisch voorstel met collega Nijboer gepresenteerd. Mm-hmm. Om die woningmarkt eindelijk weer eens volkshuisvesting van te maken. En dan minister worden. Nee, wie moet het wel gaan doen? Nou, vandaag is een dag van afscheid van Henk Staghouwer. Ja, als je het niet erg vindt, Gert-Jan Segers gaat vanaf morgen daarmee aan de slag. En morgen is een nieuwe dag en dan gaat daarover nagedacht worden. Want dat er een opvolger moet komen is duidelijk. En dat de opgave voor de land- en tuinbouw en voor de visserij groot is. En dat er een stabiele toekomst met investeringszekerheid moet komen, mm-hmm. Dat is ook duidelijk.